Vince Stokkers, 4 tegen 1 tegen Helmond Sport, appeltje eitje. Ja, dat, als je de uitslag kijkt wel. En ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, eigenlijk zijn we ook niet in de problemen gekomen. We hebben vanaf het begin hebben het heft in eigen hand genomen. En ja, hebben we met op het juiste moment scoren hebben we de wedstrijd naar ons toe getrokken, denk ik, vandaag. Ik denk dat we, ja, zoals ik zei, gewoon een hele stabiele wedstrijd gespeeld hebben. Waarin we gewoon niet in de problemen zijn gekomen. Ja, nou ja, goed, inderdaad niet in problemen gekomen. Was Helmond Sport nou zo slecht of was Fortuna nou zo goed? Ja, ik denk dat dat een beetje van beide is natuurlijk. Hè. Ik denk dat Helmond in de passing af en toe matig was. Niet per se slecht, maar gewoon matig. En, ja, maar wij moeten het dan nog wel, zeg maar, afzien te maken. Dus ik denk dat Helmond heeft ons nog wel tegendruk gegeven in sommige periodes. Maar ik denk dat wij uiteindelijk wel door die mindere fases van ons heen zijn gekomen. En uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben. Gelukkig. Ja, nou ja, gelukkig. Wat ook gelukkig is, is dat jij na een aantal wedstrijden droog te hebben gestaan. Daadwerkelijk weer eens een mooi doelpuntje mocht maken. Ja, dat is persoonlijk ook wel even lekker natuurlijk. Ik loop er altijd voor om ze binnen te lopen. En ik mag gelukkig vandaag mocht ik er weer eentje binnenlopen. Dat doe je als dat doet mij persoonlijk altijd wel, wel lekker, zeg maar. Na zo'n lange periode valt ook mee. Het is gewoon na een paar wedstrijden wat minder. Dat ik minder kans heb gekregen en niet gescoord gewoon. Is het wel lekker om nu weer even op het scorelijstje te staan. Ja, we waren natuurlijk na de winterschop al onnoemelijk verwend door jou, toch? Ja, dat ging geweldig, man. Elke wedstrijd. Ik hoop dat ik het nu weer op kan pakken. Maar je ziet het. Ik moet het doen met 1 of 2 kansen in de wedstrijd. En die hoop ik dan te maken. Het lukt niet altijd. Maar als ik ze maak, dan dan ben ik altijd wel bij. Ja, zeker. Ja, fijn een aantal doelpuntjes te maken. Nou, dit seizoen gaat het eigenlijk niet ergens meer om. Dus de voorbereiding voor volgend seizoen. En dan mogen we Vince Stokkers weer bewonderen hier in zitten. Ja, ik heb, zoals je weet, natuurlijk voor 2 seizoenen bijgetekend. Dus ik hoop dat ik er nog een paar mooie seizoenen van kan maken hier zitten. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Nou, een 2-jarig contract getekend. Dat is toch in ieder geval heel wat zekerheid voor hier bij Fortuna. Ja, dat denk ik ook wel. Dat spreekt ook vertrouwen uit vanuit de club. Dus dat je als persoon doet dat je goed. Zeker, ja. Ja, in het begin, na de winterstop in het interview, sprak jij over een project. Het elftal voor volgend seizoen begint gestalte te krijgen. Is dat het project? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we met een bepaalde ontwikkeling bezig zijn. En we proberen de dingen in te krijgen voor volgend seizoen, zodat we de basis gelegd hebben. En dan kunnen we voor ons seizoen een huis gaan bouwen. Ja, een huis gaan bouwen waar Vince Stokkers deel uitmaakt in ieder geval. Waar hoop je nog meer op? Hoop je bijvoorbeeld dat Emre Aberçat nog blijft? Ja, dat is niet aan mij om dat te zeggen, denk ik. Ik ben blij dat Emre Aberçat er nu is, weet je wel. Het is een leuke speler om mee te spelen, een creatieve speler. Het is alleen het is voor de club om te bepalen of ze hem willen behouden, kunnen behouden. Of dat ze een nieuwe aantrekken. Dat is niet aan mij, helaas. Nee, maar we hebben natuurlijk wel een fantastische sperspeler al mogen behouden. Vince Stokkers. Ja, gelukkig wel. Hè? Ja, die in ieder geval een topscorer gaat worden, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is mijn doel. Laat ik het zo zeggen. Dit seizoen in ieder geval topscorer, hoop ik. Volgend seizoen, hoeveel mogen we van jou mogen bewonderen? Hoeveel doelpunten? Maak eens een schatting. Ja, dat is nu... Dat is nu heel moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk dat ik daar pas van de zomer uitspraken over ga doen. Hoe of wat ik als persoonlijke doelstelling heb. Oké, daar spreken we in ieder geval in de zomer nog. Dankjewel voor de interview. Ja, is goed. Jullie ook.